En met het doel nationale partners bewust te maken van de malariastatus van Suriname, heeft een werkarm van het ministerie van Volksgezondheid haar jaarlijkse Bordermeeting gehouden. Dit meldt het Nationaal Informatie Instituut in een persbericht. De bijeenkomst vond plaats op dinsdag 13 februari. Het belang van malaria in onze buurlanden en de impact op de Surinaamse malariastatus is daarbij benadrukt. Verder is ook het Nationaal Malaria Eliminatieplan 2018-2020 voor Suriname gepresenteerd. Dit plan is in oktober 2017 uitgekomen. Suriname heeft malaria binnen de grenzen bijna geëlimineerd en streeft ernaar om in 2020 volledig malariavrij te zijn. Sinds 2006 is de incidentie van malaria in Suriname enorm gedaald. Incidentie is het aantal nieuwe gevallen van een ziekte. Sinds 2014 zijn er volgens het ministerie jaarlijks minder dan 500 gevallen, waarvan minder dan 100 door besmetting in Suriname. Volgens Helene Hivat, coördinator van het malaria programma, zijn er in het afgelopen jaar slechts 40 gevallen geregistreerd. Op dit moment heeft het malaria programma veel te maken met importgevallen van malaria vanuit de buurlanden. De meeste import komt volgens Hivat door de goudmijners die afkomstig zijn uit Frans-Guyana. Ze geeft verder aan dat er continu overleg plaatsvindt tussen Suriname, Brazilië en Frans-Guyana over hoe dit probleem het beste aan te pakken.